Ja, Robert Maaskant, wat moet je hier nou voor zeggen? Nou, het is natuurlijk een enorme teleurstelling dat je vandaag verliest. Een wedstrijd die je lijkt te gaan winnen in de tweede helft. Waarbij we veel vroeger druk hebben gezet, omdat we een beetje klaar waren met dat doelloze rondtik van Eindhoven achterin. We besloten om daar heel agressief initiatief in te nemen. Dat levert ons ook een doelpunt op. En op dat moment had ik echt het gevoel dat wij een gewonnen wedstrijd speelden. En dan is het binnen 2 minuten krijgen we 2 goals tegen en verliezen hem alsnog. Dan lever je dus een wanprestatie. Ja, als jij dat vindt. Als jij vindt als je verliezen... Ja, als je zo de goals weggeeft. Ja, maar Spitsie speelt die bal gewoon plomp in de voeten bij Koch. Ja, dat was inderdaad een fout, dat klopt. Maar dat vind ik wat anders dan een wanprestatie. Ik vind ook Hakim werkt keihard. Probeert ik wil het ook niet alleen aan hem ophangen natuurlijk. Nee, maar goed, dat was een fout. En daarna schiet de jongen hem aardig binnen. Ik heb hem niet teruggezien, moet ik eerlijk zeggen. Maar wat ik eigenlijk wil zeggen, als we naar vorige week kijken, je wist tegen Volendam. Toen zag ik het eerste half uur, misschien nog wel langer zelfs, een aardig voetballend NAC. Ja, dat zag ik in ieder geval in de eerste helft absoluut niet terug. Het was een beetje... Angstig leek het allemaal wel. Nou, te weinig in ieder geval. En het mentale aspect is wel een heel groot iets natuurlijk. Ik vond dat we in de beginfase even wat moeite hadden met het veld. Omdat het wat heel snel was, dus daar zaten wat verkeerde passes bij. Ik vond daarentegen dat we vooral de eerste helft ten opzichte van vorige week veel meer diepte in ons spel hadden. Waardoor we ook de eerste kansen creëerden. Zowel met Mats als met Danny Verbeek. Ja, het waren wat spelprikjes. De betere kansen waren toch voor FC Eindhoven in de eerste helft. Nou, pas in de eindfase hebben ze wat hectische momenten gehad die ertussen vallen. Maar goed, je gaat me toch niet vertellen dat jouw ploeg goed speelde voor rust? Nee, dat zeg ik ook helemaal niet. Maar ik vind dat jij een te negatief beeld schetst. Ik bedoel, ik schets een reëel beeld. Dat het in de eerste helft was het van beide kanten niet zo heel erg bijzonder. Maar we hebben ook wel gezegd, we spelen tegen de nummer 2 van vorig jaar. We willen er volop gaan. Eindhoven heeft de kwaliteit juist om daar heel erg van te profiteren. Nou, daar zijn we niet in de problemen geweest. Alleen hadden we de tweede helft een beetje klaar met het lange balbezit van Eindhoven op eigen helft van hun. We hebben gezegd, daar nemen we initiatief op. Dat hebben we gedaan. Toen hebben we de wedstrijd gekanteld. En dat lukt ook goed inderdaad. Dat was positief. Toen hebben we de wedstrijd gekanteld. Toen vind ik dat we een overwicht hadden. Ik vond ook dat we de betere ploeg waren. Op dat moment de betere kansen kregen. En we maken de 1-0. En op dat moment hadden wij ook het gevoel dat we deze wedstrijd gingen winnen. En dan staat het binnen 2 minuten staat het in 1 keer 2-1. Ja, en daarna zijn we niet bij machten om dat te herstellen. Ja, ik snap best dat je jezelf en de ploeg in bescherming neemt. Als ik bijvoorbeeld Ronnie Stam spreek, zojuist na afloop. Ja, die fakkelt het echt helemaal af. Het team, de organisatie, er moeten aankopen bij, zegt hij. Een spits is niet genoeg. Die was woedend. Ja, maar ik denk dat Ronnie verstandig aan doet om dat eerst naar zijn eigen spel te kijken. En dan pas dingen te gaan roepen. En daar hebben we ook afspraken over gemaakt met elkaar. Dus dat vind ik erg onverstandig. En nogmaals, iedereen moet zijn verantwoording nemen. En je moet de ploeg bij de hand nemen. Als ervaren speler of als trainer. En de boel afvakkelijk is het makkelijkste wat er is. Dat mogen alle supporters doen. En terecht als je 2 keer verliest. Maar ik denk dat wij er belang bij hebben om de rijen gesloten te houden. En gewoon keihard te werken om dit recht te gaan zetten. Maar ik kan me voorstellen, als jij 2 wedstrijden 0 punten haalt, dat er toch iets van een soort van lichte paniek is. Ja, dat mag iedereen hebben. Wij zijn aangesteld om het voetballend op de rit te krijgen en om resultaten te halen. Nou, die resultaten zijn er nog niet. Maar dat wil niet zeggen dat wij ons proces zomaar eventjes weg moeten gooien en in blinde paniek rond moeten gaan rennen. Want dan hadden we net zo goed maar wat kunnen gaan doen. En iedereen loodjes gaan trekken voor de opstelling. En maar kijken waar we terechtkomen. We hebben een goede ploeg. Ik denk dat we een goede selectie hebben. Maar er moet wel gewonnen worden, want daar telt het uiteindelijk om. En met 2 keer verliezen zet het de boel onder druk. En dat is nog niet eens zozeer intern, maar vooral van buitenaf gaat iedereen hele moeilijke vragen stellen. En de boel de druk heel erg opvoeren. Nou, daar moet dat is toch terecht, hè, als je 0 punten haalt uit 2 wedstrijden. Ja, dat zeg ik ook. Maar daar moeten wij mee omgaan. En dat houdt niet in dat er bij ons paniek is. Want ik denk dat wij dat heel goed kunnen analyseren wat er fout gaat. En daar zal iedereen, ook de spelers, zullen verantwoording moeten nemen in zaken.